Mijn volgende gast is Jenny Slapman. Ook graag een hartelijk applaus. Welkom. Jenny, fijn dat je er bent. Ja, midden in het licht. Ja. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, jij bent verbonden aan het departement cultuurwetenschappen. Ja. En misschien dan toch maar een klein rood draadje. Ook ooit nog andere plannen gehad in je leven? Ja. Ja. Of misschien nog wel? Oh, nog steeds. Mijn allereerste beroepskeuze was boswachter. Boswachter? Ja. Ja. Vogelaar. Ja. Vogelaar, ja, precies. Nou ja, dat is heel anders. En misschien ook gelijk over... We proberen mensen natuurlijk toch ook een beetje een kijkje in de keuken te geven. Hè? Want jij doet nu, als ik het goed zeg, filosofisch-antropologische analyses van lichamelijkheid. Ja, klopt. Bij vogelaren kunnen we ons iets voorstellen. Hè? Die observeren, die schrijven op, zo ziet dit vogeltje eruit, dat geluid maakt hij. Wat doe je precies? Hoe ziet onderzoek eruit van iemand die filosofisch antropoloog... Oh, mag ik nog niet met mijn andere beroepskeuze... Oh, je wou nog... Oh, sorry, je gaat nog even... Ja, nee, ja, tuurlijk. Nou, mijn tweede keuze was, wilde ik profvoetballer worden. Ja. Maar goed, ik had niet zoveel talent. Maar toen als tiener, heb ik wel eerst gekozen voor fysiotherapie. En die opleiding heb ik ook gedaan. Kijk. Ik ben ook fysiotherapeut, maar hoe zeg je dat? Mijn registratie is al 30 jaar verlopen. Maar 25 jaar. Laat ik zeggen. Maar in de directe sfeer kunnen mensen altijd nog even terecht bij jou. Maar het is niet, ik ben niet verzekerd. Nee, precies. Nee, onverzekerd. Maar goed, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Want ik heb dus ook dat sporten was voor mij altijd wel iets wat ik heel interessant vond. Ook al ben ik niet zo'n heel atletisch, zeg maar... van huis uit. Ja, het is een linkje naar wat je nu doet, ook rondom jouw onderzoek naar lichamelijkheid. Ja, precies, want ik was als fysiotherapeut opgeleid, maar toen dacht ik van, volgens mij is er nog wel meer te verkennen, rondom het lichaam. En zeker, ik had heel veel anatomie en fysiologie gehad. En toen dacht ik moet iets breder doen. Ik ben nog zo jong en ik snap niks van die therapeutenrol. Ik ga filosofie doen. Ja. Ja, en dan van het een komt het ander. Ja, precies. En hoe werkt dat dan als jij onderzoek doet? Want dat proberen we natuurlijk ook een beetje te ontrafelen. Nu gaan we springen nu naar deze tijd nu. Hè? Precies. Ja, we gaan nu naar dit. Ja, nou, mijn onderzoek is... ik heb ook ooit wel bij het filosofiedepartement gezeten. Maar nu de laatste 6-7 jaar bij cultuurwetenschappen. En dat komt omdat ik in mijn filosofische reflecties gebruik ik ook veel empirisch onderzoek. Dus dat is die antropologie, hè, dus ook etnografie. Maar ook de interviews doen met mensen, vaak met patiëntenpopulaties of anderzijds. Ik heb ook een AIO die analyseert bijvoorbeeld online zaken. Hè, dus dat je dus zeg maar ook empirische data meeneemt. En dat als je voorheen dat ik filosofie studeerde, dan zat je vaak gewoon in een bibliotheek en een filosoof te bestuderen. Ja. Dan ging je geen mensen interviewen. Dus literatuuronderzoek. Ja, dat is het meest literatuuronderzoek. Maar dus zeg maar een beetje de combinatie. En trouwens, je ziet het nu al veel meer ook bij veel meer filosofen die toch een beetje een combinatie van ook wat empirisch onderzoek doen met filosofische reflectie. Precies. En we hebben ook een eerdere editie al gehad. Kennen mensen misschien ook. Hè? Je hebt van die Veni, Vidi en Vici-beurzen voor allerlei wetenschappers in bepaalde momenten van hun carrière. Ja. Jij hebt zo'n Vici-beurs gekregen. Ja. En eigenlijk het boek waar we het zo over gaan hebben was een beetje het sluitstuk van die beurs. Kun je vertellen waar je die beurs voor hebt gekregen? Wat voor onderzoek? Ja, dus het onderzoek en dus het project dat heb ik in 2017 al gekregen. Hele grote zak geld. Heel fijn. En het project heet Mind the Body, Rethinking Embodiment in Healthcare. Dus Mind the Body, dat kan je bijna niet vertalen in het Nederlands. Maar het gaat dus over een soort op een nieuwe manier denken over lichamelijkheid in de gezondheidszorg. En wat we daar dus in dat project, dus ik heb allemaal mensen in dienst kunnen nemen van die hele grote zak geld. Hè, dus mensen die onderzoek hebben gedaan, hebben geconcentreerd op drie wat ik noem hardnekkige gezondheidsproblemen ook in onze maatschappij. Dat is depressie, wat men noemt onverklaarde klachten en obesitas of zwaarlijvigheid. Dus dat waren de drie casus. En dus mijn onderzoekers zijn daarmee in het veld gegaan. Hè, dus die hebben veldonderzoek gedaan. Bijvoorbeeld ik had een AIO die in de obesitaskliniek onderzoek heeft gedaan. Een AIO die over onverklaarde klachten online heeft onderzocht. Een AIO die hardlooptherapie bij depressie meegedaan heeft. Nou, dus echt ook participerend. Echt meedoen. Ja, ook meedoen, ja. En een van de termen, we spraken elkaar natuurlijk van tevoren, zei ja, we denken vaak te beperkt. Hè, en we zien het lichaam als landkaart van de ziekte. Ja. Dan moet je misschien even uitleggen. En ook uitleggen waarom dat in jouw ogen te beperkt is. Die blik. Ja, en dat laat ik ook met name in het eerste
hoofdstuk laat ik zien. Wat ik eigenlijk een beetje aangeef in het boek. Dus het boek gaat over heel veel zaken. Maar er zijn eigenlijk twee bewegingen die ik probeer aan te geven op filosofische manier. Dus dat, of twee problemen die ik eigenlijk zie in de gezondheidszorg. Is enerzijds dat we heel erg denken, altijd vertrekken vanuit het individu. Hè, en ook het probleem, als je een probleem hebt, dan zit dat in dat individu. Dus het individu moet geholpen worden of moet zichzelf maar helpen. Dus dat is één ding. En het andere is zeg maar dat we een soort standaard beeld hebben van het lichaam. Hè, dus het idee van het lichaam, nou dat weet je wel, je doet een biologieboekje over, dat is het lichaam. Nou, en dat is eigenlijk heel schokkend, met name dat laatste, ik weet niet of we dat plaatje hebben. Het lichaam bestaat nog maar 200 jaar. En dan denk je, nou, dat klopt toch niet? Hè? Ik dacht iets langer, maar, ja, maar leg uit. Ja. Het lichaam, want wat bedoelen we eigenlijk met het lichaam? Het plaatje, hè, dus ik heb fysiotherapie gestudeerd, ik heb eindeloos veel anatomieplaatjes gezien. Maar het heeft tot 2022 moeten duren dat ik een anatomieplaatje zag met een zwarte foetus. Ik moet gelijk zeggen, anatomisch klopt dit niet hoor. Een foetus in de buik is niet zwart. Maar doet er niet toe. Het gaat natuurlijk om de beeldvorming. Ja, nee. Ik bedoel, als je een anatomieboek ziet, ook dat de zenuwen geel zijn, klopt ook niet. Nee. Ja, nou. Nee, maar goed. Je bent wetenschapper of je bent het niet. Ja. Nee, maar je snapt natuurlijk wel. Nee, want ik kreeg al discussies met anatomie hierover. Maar dat gaat niet om. Het gaat natuurlijk om, in alle anatomieboeken. En kijk maar, mijn zoon gaat misschien nu ook fysiotherapie studeren. Ik ben meegegaan naar de opleiding en zie je alleen maar witte torso's staan. Ja. Het lichaam, of het lichaam is wit en is een man. Precies. Dat noemen we het lichaam. Nou, en dat is dus, dan krijg je dus een standaardbeeld van het lichaam. En dat is eigenlijk wat ik heel problematisch vind. Dus in mijn boek, het is een pleidooi voor diversiteit, dus enerzijds. Dus van een standaard lichaam naar diversiteit. Mm-hmm. En van het denken van het individu naar lichamelijkheid impliceert altijd een relatie. Hè, ik zit op die stoel. Kijk, ik hoef het niet eens meer omhoog te houden, want we zien het boek achter ons. Oh ja, heel goed. Daar is het boek. Dank voor de regie. Ja. Ja, dus het lichamelijkheid. Het boek dus Nieuwe Lichamelijkheid. Het is niet hetzelfde als dat het lichaam als een ding, maar altijd als het organisme in de omgeving. Ja. Dus dat is een beetje heel samengevat wat ik in het boek probeer uit te leggen. En de reden waarom jij natuurlijk hier zit, is denk ik ook hetzelfde als het boek wat je hebt geschreven. Ja. Je wilde ook eigenlijk een beetje uit die wetenschap, in de zin van alleen maar met wetenschappers, maar je wilde ook het bredere publiek aanspreken. Tuurlijk, met jouw boodschap en mensen prikkelen en ook inspireren. Ja. Niet alleen om anders te denken, maar las in je boek ook veel praktische dingen, ook om echt praktisch anders te gaan handelen. Ja. Op bepaalde vlakken. Ja, goed, maar je moet, dat is natuurlijk, dat als je echt een de aanzet daartoe, zou ik zeggen. Het is dus nog niet dat ik een hele gids van hoe... Nee, en het is natuurlijk wel omdat met het project, dat fietsieproject is natuurlijk, wat ik al zei, is er heel veel geld mee gemoeid. En dat is allemaal van de belastingbetaler. Dus ik hoop ook, dus dit boek is ook weer om terug te geven. Ja. Dus niet alleen, we hebben natuurlijk eindeloos gepubliceerd in al die ondergrondelijke journals. Die geen hond leest. Nee, exact, je wil ook. Dus dit is heel fijn. En het leuke is ook, ik krijg ook heel verschillende respons. Ik had laatst een gymnastiekleraar die kwam, die vond er iets in. Ik sprak weer iemand anders. Heel veel mensen die vinden er iets in. Wat denk, hey, dat herken ik van mijn professie. Ja. En daar kan ik iets mee. Precies. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Ik denk een van de discussies die iedereen in dit boek wel zal herkennen, dat is het woord, jij mag uitleggen wat het exact inhoudt hoor. Maar het woord wat we misschien allemaal wel eens kennen uit de media, fat shaming. In mijn woorden zou het zijn discriminatie op basis van je gewicht of op basis van overgewicht. Ja. Leg eens uit. Ja. Nou, we hadden het net over de grondwet. Hè? Ja. En ik heb één hoofdstukje inderdaad over zwaarlijvigheid geschreven. En ik begin dan eigenlijk heel provocerend. Hè? Dus allerlei vormen van discriminatie zijn verboden bij de grondwet. Of maar als je dus een mensen die dus openlijk gediscrimineerd worden, wat niemand ook maar iets kan interesseren, zijn zwaarlijvige mensen. Ja. En ik neem dat ook over van een aantal artsen die daarover schrijven. Die zeggen van de eerste afkorting die geneeskundestudenten leren tijdens een opleiding. Dat zeggen zij, is DDD. Dikke, domme diabetes. En dat zijn dus mensen, dat zijn jonge mensen, die vinden dat heel grappig. Dat zijn tieners van 18, 19 die de geneeskunde gaan studeren. Dat zijn dus de mensen die andere mensen moeten gaan helpen. Dus maar... Het punt is natuurlijk met zwaarlijvigheid, dat is iets van,
daar wordt vaak gezegd, ja, eigen schuld, dikke bult. Hè? Had je maar niet zoveel moeten eten, had je maar niet zoveel. Of had je maar meer moeten, et cetera, et cetera. Ja. Maar het punt is natuurlijk dat zwaarlijvigheid, want mensen denken soms dat ik zwaarlijvigheid niet als een probleem zie, dat zie ik wel. Maar het is niet zo dat als jij eenmaal heel zwaar bent, dan is dat niet zo dat je dat zomaar weer kwijt bent. Of eigenlijk lukt dat helemaal niet. En je besprak ook, dat is misschien ook een treffend punt, vond ik zelf. Hè, dat op het moment dat ik bijvoorbeeld bij een huisarts kom van God, ik heb last van mijn knie. Ja. Nou, dan gaan we naar die knie kijken. Ja, maar precies. Als ik zwaarlijvig ben en ik kom aan mijn knie, ga eerst maar eens even afvallen. Ja. En dan gaan we over jouw knie praten. Precies. En dat is precies, dat zit in het DDD. Hè, van ontzettend veel artsen die sturen mensen met zwaarlijvigheid naar huis. Soms is het trouwens ook, krijgen ze medicijnen voorgeschreven waardoor ze nog zwaarlijviger worden. Dus heel veel artsen weten ook niet wat ze moeten doen. Maar goed, maar wat ik dus in dat hoofdstuk. Het beste is natuurlijk om te voorkomen dat mensen te zwaar worden. Dus dat snap ik heel goed. Maar op het moment dat iemand zo zwaar is, dus waar mensen het meest last van hebben, is uiteindelijk niet van dat ze te veel vet hebben. Want dat vinden iedereen om zich heen. Hè? Die zegt, dat vet is echt een gezondheidsrisico, et cetera, et cetera. Dus dat noemen we obesitas. Nou, die mensen die zelf heel zwaarlijvig zijn, zeggen van obesitas, ik ben vet, of ik ben groot, of ik ben dik. Hè? Dus in het Engels wordt dan ook gezegd van obesity, nee, fat. Hè? Fat. En waar zij het meest last van hebben, is precies die discriminatie. En dat is enorm. Hè? Dus mensen worden uitgelachen. Mensen krijgen minder snel een baan. Hè? En, want we hebben daar ook allerlei associaties bij, dat je dan minder slim zal zijn. Of je geen bent dom, je bent lui, hebt. Je bent vies, je stinkt en noem maar op. Hè? Ja. Dus en dat is echt afschuwelijk. Hè? Dus als je dat denkt van, goh, als je tegen een zwart iemand dat soort dingen zou zeggen. Ja. Hè, als je racistisch bent of als je tegen... Nou trouwens, heel vaak dikke vrouwen, die worden ook nog heel seksistisch. Hè? Er worden de meest gruwelijke dingen tegen ze gezegd. En iedereen lacht erom. Ja. Dus dat is wel heel erg. Dus dat vind ik heel erg. Maar goed, wat ik dus eigenlijk aangeef is van... ik zit nu op deze stoel heen weer te wippen. Ja, ik ben een heel bewegelijk type. Maar als ik 100 kilo zwaarder was geweest, hadden we hier een probleem gehad. Ja. Dan had ik niet gepast. Ja. Dus dat is. En ik noem dat bijvoorbeeld, dat noem ik in mijn boek misfit. Ja. En kijk, wat dan vaak gedacht wordt, als ik niet in de stoel pas, van ja, dat is jouw probleem, had je maar niet zo dik moeten zijn. Hè? Val eerst maar zelf. Val eerst maar zelf, want kom maar eens terug. Hè? En als ik het een beetje zwart-wit mag stellen, jij pleit eigenlijk ook voor, we moeten ook die stoelen aanpassen. Ja, en dat is, kijk, want waar die stoelen, die zijn ook natuurlijk, de meubelmaker is ook niet gek, die maakt ze voor een standaard lichaam. Ja. Hè? Maar wat ik dus zeg, van er zijn wel meer mensen die niet in deze stoelen passen. Hè? Ja. Dan ik ben benieuwd hoe het opstaan. Als ik nou 30 jaar ouder was, kwam ik er ook niet uit, weet je wel. Of wat dan ook. Waar ik voor pleit is, hier komt ook, zeg maar, dat relationele aspect van die lichamelijkheid naar voren. He, wat ik kan en wat ik niet kan, hangt niet alleen van mijn lijf af, maar ook van bijvoorbeeld de stoel of, nou ja, of de apparaten of alles om je heen. Ja. Maar die omgeving is vaak heel uniform. Hè? En dus waar ik voor pleit is voor meer een diversiteit van de omgeving. Misschien kun je het plaatje van de wc even geven. Ja. Kijk, nou ja. Ik werk op de universiteit, hè. En... de universiteit is natuurlijk een voorloper in diversiteit, inclusie, et cetera. Nou, rapport op rapport op rapport wordt verschenen, diversity officer. Nou, ik weet niet op hoe papier is het allemaal in orde. Allemaal in orde. En wij als docenten krijgen te horen hoe we in de international classroom. Ja. Nou, en dan ga je naar ons allernieuwste Cube-gebouw. Fantastisch. Maar dan heb je allemaal dezelfde wc's. Nou, oké. Okay. Maar goed, dan kun je denken van ja, waarom niet één wat hoger en wat lager, maar goed. Ja. En dan heb je deze plaatjes. En ik weet niet, weet u wat dit betekent? Of heeft u dit wel eens gezien? Roep maar eventjes. Wie, ja, het spreekt voor zich misschien ook. Ja. In Azië zo. Ja, precies. Nou, in Azië gaan ze allemaal zo op de wc zitten. Ja. Probeer even te herhalen. Ja, nou kijk, het punt is natuurlijk, wat ik ook in mijn boek aangeef. We hebben natuurlijk een lichaam, maar we hebben ook lichaamstechnieken. Hè, dat is door een antropoloog ook beschreven. En een lichaamstechniek is eigenlijk allerlei alledaagse bewegingen en houdingen die je doet. En heel vaak denken we dat is normaal. Hè, dat is normaal, dat is natuurlijk. Maar al die
houdingen, die zijn allemaal aangeleerd door onderwijs, door elkaar nadoen. En zijn ook cultureel gebonden dus. Cultureel gebonden, sociaal gebonden. En inderdaad, hurken is in Azië natuurlijk, mensen in Azië rusten ook in de hurkstand. Ik weet niet of mensen op deze manier op een wc gaan. Ik denk dat je ook andere wc's hebt. Trouwens, je hebt natuurlijk heel veel mensen die gewoon gaan zitten. Maar wat dit wil zeggen, dus deze bordjes, die zie je de laatste 10 jaar dus steeds meer verschijnen in Europa. Of zeg maar waar veel Aziatische mensen komen. Want mensen vinden dus dat je niet zo mag ontlasten. Ja. En dus ik heb zoiets van, nou, leuk hoor. Dus dat je dus, we hebben ontzettend veel Aziatische studenten op onze universiteit. En die moeten zich dus dagelijks aanpassen. Ja. Hoezo inclusie? Hoezo diversiteit? Precies. We leggen eigenlijk veel te veel nadruk op dat individu. En ook op de normen waar dat individu daarna zou moeten voldoen. En dus ik denk van, zet er een paar andere potten neer. Hè? Of een aantal heerlijke, ik heb thuis een heerlijke Aziatische douche-wc. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Hey, jouw boek deed me ook een beetje denken aan de kritiek ook, hè, die je dus geeft ook op onze samenleving. Aan het boek Beledigende Broccoli van Tim Schongers. Ik weet niet of mensen het kennen. Hè? Dat is de directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En die zegt, hé, daar zie je ook vaak dat jonge, hoogopgeleide beleidsmakers, hè, die gaan dan allerlei campagne voeren in achterstandswijken van eet meer broccoli, het is gezond voor je, goed voor je. Dat is, nou ja, dan krijg je weer een beetje hetzelfde verwijt. Ja. Jullie eten te weinig broccoli en daarom heb je problemen. Terwijl in werkelijkheid de boel natuurlijk vaak omgekeerd zit. Ja. Ja, mensen zitten in de problemen, hebben stress door geld en gaan daardoor slechter eten. Ja, en dat is niet een kwestie van eet nou maar eens wat vaker broccoli. Nee, dat is ook heel belerend. Hè? Dus mensen ook wat je ook zei, als we weer teruggaan naar die fatshaming ook. Hè? Van dat je zegt van ja, maar je bent veel te dik. Ja. Alsof je dan ook iets zegt van ja, dat wist ik nog niet. Nee. Ik denk van ja, hallo, ik heb al 1000 keer geprobeerd om dat af te vallen of zo. Weet je? Ja. Dus dat is heel beledigend inderdaad. En aan de andere kant, hè, want je zegt dus, we moeten ons dus ook durven aanpassen. Ja. Maar aan de andere kant, hè, bijvoorbeeld met die stoelen maar even voorbeeld, of met die toiletten. Ja. Aan de andere kant hoorde ik je in het voorgesprek ook zeggen, maar ik heb ook gerust wel een mening over fastfoodrestaurants of over, hè, er zijn natuurlijk wel degelijk veroorzakers van een probleem. Nee, tuurlijk. Ja, dat is het. Ik bedoel, maar ja, goed, dat is natuurlijk, ik ben verder geen socioloog, hè, maar ik zie wel cijfers van dat enorm toeneemt. Hè, de domino's en weet ik veel, en het liefst naast een middelbare school. Ja. Ik bedoel, dan is het niet zo gek dat die kinderen allemaal dat gaan eten. Ja. Hè? En dus tot slot dan ook maar even, daarna ga ik ook weer de zaal in. Die mooie titel van jouw boek, Nieuwe Lichamelijkheid. Als je ons een beetje de hoop zou willen meegeven, waar zou het idealiter wat jou betreft naartoe mogen gaan? Wat voor soort samenleving zie je dan voor je, waarin we die nieuwe lichamelijkheid toepassen? Ja, nou, ik noem dat op een gegeven moment ook het laatste hoofdstuk. Ik heb het over zorgen. Hè? Wat is dan zorgen? Nou, dat is inderdaad dat je probeert ook dat zoveel mogelijk mensen passen in de wereld. Hè? En dus niet alleen maar dat je zo'n uniforme wereld hebt, maar ook er zijn zoveel mensen die net iets anders nodig hebben. En dat daar gewoon oog voor is. En, wat ik ook, ik heb bijna ruzie gemaakt bij de presentatie van mijn boek. Want er was een mevrouw die zat in een rolstoel. En het meest kritische debatcentrum van Amsterdam, Hartje Amsterdam, 3 maanden van tevoren gezegd, mevrouw komt met een rolstoel, zorg dat ze op het podium komt. En 3 dagen daarvoor zegt ze, ja, het kan niet. We kunnen niet op het podium. Nou ja, dat vind ik dus een schande. Ja. Dus dat je denkt van, en dat vind ik ook in de universitaire wereld vaak, dus heel veel kritisch geluid. Hè, van, ja, we moeten inclusief, we moeten diversiteit. Dit. En dan denk ik van, Jezus, bel een timmerman. Ja, regelen. Regelen, doe het. Dankjewel voor zover. Ook hier weer de mogelijkheid aan u om uw vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen, verwonderingen, dingen die u graag wil weten. Ik zie hier ook gewoon vrolijke gezichten, dat mag uiteraard ook. Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe krijg je dit voor elkaar? Want hier zul je ook politiek draagvlak voor moeten hebben. Ja. Ben je daarmee in gesprek? Hoe gaat zoiets? Hoe bedoel je politiek? Misschien vrij vertaald. De politieke wind heb je misschien niet helemaal mee met dit soort voorstellen. Mogen we dat voorstellen? Inclusie, diversiteit. Er is er ook een hele tegenbeweging van mensen zeggen, oh, dat is allemaal vreselijk. Nee, er worden ons dingen opgelegd. Onze toiletten worden afgepakt. Die discussie over die bordjes op toiletten, noem maar op. Maar ik denk dus, ik denk als ik zeg van, want in dat zaaltje waar we zaten, nou, daar zaten allemaal hele, dus dan, als ik dan zeg bel een timmerman, dan zit daar toch denk van mensen van, ja, zeker, doe dat. Beetje dat. Beetje terug van, je kunt op academisch niveau kun je ontzettend kritisch zijn. Hè? Dus en volgens mij is dat precies waar
Ja, ik kreeg trouwens ook later nog verwijt van iemand, ja, je kunt zo bij Ongehoord Nederland, omdat ik zoiets had gezegd. Ik denk, en toen zei iemand ook van, ja, maar misschien is het in Tilburg wel een beetje anders in Amsterdam, ook nog, hè? Dat zou ook zomaar nog even kunnen. Dus dat hautaine, kijk eens, dat randstedelijke kritisch. Maar ik heb zoiets van... Je hebt juist het gevoel dat je de wind nu mee hebt. Dat dit nou, ik weet niet wat, ik ben niet zo gevoelig voor die winden, maar... Nee. Maar ik zie nog niet direct het probleem. Ja. Ik heb nog geen heet... Ik kom zo naar... Oh, wacht even. Ja, nee, anders even toelichten nog. Eigenlijk meer van, hoe krijg je dit praktisch voor elkaar? Hè? Als je zegt, oké, de politiek die wint is mee. Ja. En dan? Ja. Hoe gaat het verder? Ik weet het niet zo goed. Weet je, want ik zeg altijd, ik ben maar filosoof. Hè? Dus het is natuurlijk wel zo, juist om... Ik heb wel een netwerk en ik spreek met heel veel mensen in het veld. Hè? En ik ben absoluut geen politicus. Dus ik hoop dat mensen gewoon professionals het gewoon oppakken. Ja. Laat jouw boek ook een oproep zijn om juist deze vraag te beantwoorden. Ja. Van laten we hier samen een beweging van maken, waardoor we dit soort stappen kunnen gaan zetten. De partij van de nieuwe lichaam. Want je hebt uiteraard niet een concreet stappenplan van dit zijn nu de stappen die we volgende week moeten gaan. Maar ik vind het wel heel leuk als mensen willen meedenken of zo. Dus dat is... Dus laat het ook vooral weten. Heel goed, dank daarvoor. Nou ja, ik denk dat mijn vraag een beetje hetzelfde is inderdaad. Wij bekijken het meer vanuit de financiële kant. Ook als je bijvoorbeeld een wc hebt. Je kunt niet voor iedereen die een bepaalde lengte heeft een bepaalde wc, laat maar zeggen, gaan. Ja, en ook voor de stoelen hetzelfde natuurlijk als deze stoelen verkocht worden. Maar als je daar hoeft niet direct discriminatie achter te zitten. Soms kan het ook zo banaal zijn als... En sowieso ook tot op zekere hoogte moeten mensen zich ook aanpassen in Nederland. Nee, natuurlijk. Dus nee, ziet u dan de volgende stap bijvoorbeeld? Ja, nou ja, kijk, weet je, waar moeten mensen zich... Kijk, tuurlijk moet je ook aanpassen. Hè, dus maar de misfit is eigenlijk... Ik zeg altijd, dat lijkt op een... Als je zo'n vierkant blokje hebt wat niet in een rondje past. Weet je, als je ziet een kind dat zo drukken. Dan kun je zeggen, waar ligt er nou een blokje of aan het gaatje? Nou, het ligt aan de relatie die niet klopt. Dus dan de vraag is, oké, welke kant gaan we nu veranderen? Hè, dus dat is meer de vraag. En ik heb wel zoiets van, wat is het meest handige? Hè? Ja. Maar goed, tuurlijk, je kunt zeggen van... het is duurder als je wat andere wc's neerzet. Maar misschien kun je die diversity officer gewoon wegdoen. En een aantal wc's. Nu komen wel de praktische voorstellen. Ja. Heel goed. Aan deze kant. We moeten een klein beetje naar elkaar toe. Dan kun je jezelf verstaanbaar maken. Nog een vraag over de wc. Het is maar een klein voorbeeldje, hoor. Ik vind het zeker belangrijk dat we ons aanpassen aan elkaar. Zeker ook op fatshaming. Stress brengt ook heel veel daarin mee. Ja. Maar de wc, wij zitten op een wc. En als je daarop gaat staan, dat is toch ook een kwestie van hygiëne. En je gaat in Engeland toch ook niet aan de andere kant van de weg rijden, omdat jouw auto daar niet voor is gemaakt. Ja. Er moet toch ook een grens zijn. Ja, maar goed, weet je, ik weet niet of ook je was. Dat is natuurlijk of die wc, dat idee dat er wat zand op de dat is toch allemaal te overhelpen. Ik heb, je hebt ook mannen die zeg maar een wat slechtere wc-lichaamstechniek hebben. En daar moeten we soms ook de wc mee. Niet iedereen pist in het potje. Ja. Precies, ik probeer het heel netjes. Nee, ik snap het probleem, maar goed, maar het is heel erg... Je zult maar, hè, dus ik vind, dat snap ik wel wat je zegt hoor. Dus dat is niet zo je van... Je hebt ook oog voor het grijze gebied, zou ik maar zeggen. Zeker, maar het is meer, dit plaatje is voor mij, en ik snap ook wel bij kleine cafeetjes of zo dat ze dit doen. Maar ik vind dit zo in schril contrast, en daarom heb ik het genoemd in mijn boek, van de universiteit. Ik moest eens weten hoeveel geld naar dat geneuzel over diversiteit gaat. En dat je dit niet kurt oplossen. Dus dat je zet er een paar hurktoiletten neer. Gewoon een paar gaatjes in de grond. Probeer te zoeken. Heel kort, ik ben ook nog benieuwd. Ik zei, soms zie je ineens een rode lijn. En daar is die zomaar. We spraken net over de grondwet. En hier kwam nou een voorbeeld. Zo van, discriminatie. En dan staan er in de grondwet ook allerlei redenen waarop je allemaal niet mag discrimineren. Maar inderdaad, zwaarlijvigheid staat niet in die opsomming. Hoe kijk jij naar dit gesprek? Nou, er staat wel in de grondwet... gehandicapt. Gehandicapt, maar ook
of op welke andere grond dan ook. Oh, gelukkig. Dus daar valt het wel onder. Wat ik zelf heel erg interessant vond is ook, die discussie hebben we dus ook in het recht, de algemene regel versus maatwerk bieden. Dat is een spanningsveld waar we het ook steeds meer over hebben. En dat is ook precies die vraag, denk ik, die net van achter kwam. Zo van, aan de ene, ik snap het, maar aan de andere kant, je moet ergens een grens trekken, precies, daar gaat over maat. Dank ook voor deze toelichting. Aan deze kant zag ik ook nog een vraag van u, volgens mij. Ja. Wellicht is het mij, heb ik niet op zitten letten, maar u begon het verhaal eigenlijk depressie, obesitas, student of onderzoekers die daar naartoe gingen. Maar wat was nou de onderzoeksvraag? Of wat is er nou eigenlijk onderzocht? Want de strekking ontgaat me een beetje. Nou, de onderzoeksvraag is eigenlijk van hoe kun je zeg maar lichamelijkheid, hè, dus anders. Hoe komt die in de praktijk zeg maar anders naar voren dan dat typische dualisme tussen lichaam en geest? He, dus als je dus die onderzoekers, die hebben gewoon aangegeven van of wat naar voren is gekomen ook in. He, dus is juist heel die dat relationele aspect. Dus de onderzoeksvraag is eigenlijk van, dus ik ben vertrokken van, dus even heel plat hoor, dit is allemaal veel verfijnder, heel plat van. Onze gezondheidszorg is ontzettend dualistisch. Hè. Je hebt een loket lichamelijk en een loket mentaal. En dan heb je, maar juist die problemen die ik aankaart, daar loopt het door elkaar heen. Hè. En dat is juist zo interessant. Van wat en ik zeg dus ook van, waarom zijn die drie problemen zo groot? Is omdat we aan dat dualisme zo vast. Houden. Omdat we te veel denken in of het een of het ander. Ja. En jij pleit om die twee meer samen te brengen. Want dat denken mensen ook, dat ik dan lichaam en geest bij elkaar plak. Ik heb zoiets, die hele geest moet je gewoon vergeten. Dat is gewoon onzin, want niemand weet wat dat is. Je moet het lichaam anders gaan duiden. Mooi. En vandaar ook nieuwe lichamen. En dus dan niet alleen dat anatomische stukje, maar met de omgeving erbij. Met de andere lichamen erbij. Krijg je die relationele... Mooi. Dat is. Dank ook. En het onderzoek wat je doet is uiteraard ook allemaal gewoon netjes gepubliceerd. Dus dat kunnen we allemaal keurig nalezen. Laatste vraag uit de zaal komt hier. Ja, vraag en opmerking eigenlijk. Ja. En ik kom meer bij die toilet. Och, jezus. Dat hadden we niet moeten doen, dat toilet. Maar dat is vanuit een interculturele perspectief bekeken. Want we hebben het over de dualiteit van het lichaam. Ja. We hebben het over wat is goed voor het lichaam. Ja. Terwijl er... Ik heb begrepen, en ik weet niet of dat wetenschappelijk is bewezen, dat juist zo hurkend zitten goed is voor je lijf, omdat de volledige ontlasting eruit komt. Ja. Dus het netjes eruit willen laten zien van hoe het poep letterlijk uit het lichaam komt, niet eens per se goed is voor je lichaam. Ik kan u niet zien trouwens, maar dat heeft helemaal gelijk. Ik geloof wel dat inderdaad, als je een beetje een moeilijke stoelgang hebt... Dan is het, ik zal even kijken, zo, ik heb een beetje strakke broek. Dit is ideaal. Ja. Dus hebt van een hoop dingen verstand. Ja. Dat is tenminste, maar gewoon als je een normale stoelgang hebt, dan maakt het geloof ik niet zo heel veel uit. Maar het is inderdaad, hurken is, schijnt wel goed te zijn. En ook dit onderstreept misschien ook alleen maar het pleidooi wat je doet om vanuit verschillende perspectieven naar iets te kijken. En niet alleen maar vanuit één perspectief, zo doen we het nou eenmaal en zo zou het moeten blijven. Precies. Dankjewel voor jouw inspiratie. Goed. Jannie Slapman, dankjewel.